Maastricht is eigenlijk mijn honk, zeg maar. Daar kom ik altijd naar terug. En voel ik me eigenlijk al sinds jaar en dag thuis. Ik ben er niet ver vandaan geboren, in Meersen. Ik kwam eigenlijk al vrij vroeg tot de ontdekking dat muziek eigenlijk, eigenlijk al in het bloed zat. En kreeg op mijn 12e, geloof ik, een 12e verjaardag een LP van mijn ouders van Charlie Parker. Ze hadden in de gaten dat ik interesse had. En toen werd ik eigenlijk aangestoken. Ja, het wordt vaker gezegd dat het een soort uitlaapklep van de ziel is. En ik kan er niks anders van maken, maar voor mij geldt dat ook zo. Dus het is echt een instrument, in de meest letterlijke zin van het woord, om mijn hart te laten spreken. En als me dat lukt, en ik hou er een zaligmakend gevoel aan over, dan kan ik in een soort transcendente sfeer verkeren, zeg maar, waarin ik een soort vacuüm, waarin ik heel creatief word vaak. Tenminste, het is mijn ervaring. En als dat gebeurt, en het gebeurt steeds vaker, dan heb ik het gevoel dat ik wel op de goede weg zit. Ik hoop dat ik dat in alle bescheidenheid mag zeggen, maar dat is eigenlijk het plezier en het welzijn dat me wordt gegeven als muzikant. In Duitsland is dat de groep Puls. Dat is een soort, laat ik zeggen, wel een jazzformatie, maar met wereldmuziekinvloeden, fusion, echt bebop, eigenlijk van alles wat. En dat is een negenmansformatie bestaande uit vier blazers, onder leiding van Werner Huske. Dat is eigenlijk zijn project. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen kwartet. Ik was uitgenodigd door Gero Körner, pianist. Die nodigde me uit om een matinee te doen aan de Roerzee. En dan mocht ik zelf eigenlijk dan mocht ik zelf samenstellen. Ik had een beetje carte blanche, dus ik had wat mensen waarvan ik dacht van nou, daar zou ik nog eens mee samen willen spelen. Dus ik had een drummer uit de buurt van Luik, Mimi Verdrame, Gero Körner uit Keulen en Werner Lauscher kende ik natuurlijk ook al heel lang. Die woont inmiddels in Verviers. En daar hebben we een concert mee gedaan en die klik die was zo goed, muzikaal en ook op persoonlijk gebied, dat we zeiden van nou, hier moeten we toch echt iets mee doen. En het was mijn wens eigenlijk om eindelijk eens een eigen kwartet te beginnen. En zodoende zijn we eigenlijk tot nu toe bezig geweest. Je zou het kunnen zien als een muzikaal verhaal. Het zijn allemaal verhaaltjes, elke compositie, waarin ik je probeer mee te nemen. Sommige verhaaltjes zijn misschien wat complex en technisch, maar toch ben ik van mening dat de energie die ergens van uitgaat, dat ik die toch kan overbrengen, ook op mensen die wellicht iets minder van jazz weten, want vaak is het ook iets wat op papier staat. Dat mensen denken van ja, dat is moeilijk en ik begrijp het niet. Maar toch, ik vergelijk het soms wel eens met een fado. Ik versta ook niet altijd wat er gezegd wordt. Maar het gevoel wat erin zit, kan ik wel ervaren, zeg maar.
Vroeger dacht ik altijd dat ik naar de Randstad moest, omdat dat een breder werkterrein was. En dat is natuurlijk wel zo. Maar aan de andere kant, gaandeweg heb ik mijn netwerk wel uitgebreid en de laatste 30 jaar veel muzikanten leren kennen over de grens. Dus in België en in Duitsland. En dat heeft eigenlijk tot vorig jaar geresulteerd in de samenstelling van mijn kwartet. Die is regionaal. En dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk. Dus ik denk dat eigenlijk Limburg wat dat betreft er heel centraal ligt. Je hebt een commerciële rivier en een artistieke rivier. En tussen die twee moet ik pendelen, want het artistiek levert niet altijd evenveel op. En ja, dat kan ik aanvullen met die commerciële rivier. En dat hoeft niet altijd een vies woord te zijn, want er zitten ook hele mooie projecten in. Dus het is allemaal een beetje relatief. Plus is dat ik natuurlijk een baan heb op de muziekschool in Roermond. Dus zo werkt het eigenlijk. Sterke punten uit je eigen karakter haalt, je spelkarakter zeg maar, maar je hebt ook een spelkarakter dat geldt voor het hele kwartet. En als je daar met z'n vieren naar op zoek bent en je haalt daar de sterke punten uit, dan kan het soms tot iets heel moois komen zeg maar. Dan gebeuren er hele mooie, niet altijd voorspelbare dingen en eigenlijk zijn dat voor mij eigenlijk altijd de pareltjes binnen het spel. Als dat gebeurt, het bijna ultiem. Ja, het is altijd een heel onzeker pad, zeker met jazz. Ja, je hebt niet als doel om daar meteen al veel geld mee te verdienen. Dat is eigenlijk een muzikale roeping die je hebt. En daar staat de verdienkant eigenlijk om een mindere plaats. Wat niet wil zeggen dat je onrealistisch moet zijn daarin, of naïef. Natuurlijk moet er ook wat geld verdiend worden. En het is niet altijd makkelijk om dat te genereren, inderdaad. Ja.